ook de werkdruk die daardoor is ontstaan, die is niet erkend door werkgeversorganisaties. Ja. Wat vindt u van het standbeeld? Ja, ik had ervan gelezen, maar zeer terecht. Waarom? Ja, omdat we het klappen verleerd zijn van vorig jaar. Ze verdienen veel te weinig en ze werken keihard. Ja, ik ken iemand. Ik ben zelf geen verpleegkundige, maar ik ken mensen die hard werken. Als je ziet hoeveel in de zorg mensen in het ziekenhuis lagen, dan heb je wel gezien, niet alleen daar, maar overal, dat ze wel nodig zijn. Een metershoog standbeeld van zorgverlener Angelique stond vandaag op de Grote Markt in Nijmegen. Hiermee vraagt FNV aandacht voor onmisbare beroepen. Dat die eigenlijk gewoon door moesten werken, door moesten draaien om deze maatschappij gewoon draaiende te houden. Dat is ontzettend goed gelukt. Mensen hebben heel erg hun best gedaan. We hebben allemaal staan klappen voor de zorg. En het om een financiële tegemoetkoming komt van deze mensen, geeft onze overheid niet thuis. Men heeft op een gegeven moment de zorgbonus bijvoorbeeld ingevoerd. Heel veel van het geld van die zorgbonus is niet terechtgekomen bij de mensen die daadwerkelijk het werk gedaan hebben. Maar bij mensen die op kantoor zaten, bij mensen die gewoon thuis werkten, et cetera. Dus als je het hebt over onmisbare beroepen, ja, dan vinden we dat die mensen er gewoon wel heel erg bekaaid afkomen. Dat zijn wel de mensen die het risico gelopen hebben. Kijk, dit standbeeld heeft nou een mondkapje. Maar we weten denk ik allemaal nog uit het begin van de coronacrisis hoe dat een gedoe was om persoonlijke beschermingsmiddelen te krijgen voor deze mensen. Ik steun deze actie omdat wij in de kinderopvang eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar heel weinig waardering hebben gezien. De maatregelen die door de regering werden afgekondigd, daar werd de kinderopvang eigenlijk nauwelijks tot niet in genoemd, terwijl we wel een cruciaal beroep waren. Wij hadden als kinderopvang ons maar te schikken naar de regels die er bij de scholen waren. Dus gingen scholen dicht, moesten wij als noodopvang zorgen. Gingen scholen plotseling weer open, moesten wij als Wiedeweerga zorgen dat er voldoende mankracht was om de kinderopvang weer draaiende te krijgen. Ook de werkdruk die daardoor is ontstaan, die is niet erkend door werkgeversorganisaties, waardoor onze CAO-onderhandelingen die op dit moment lopen eigenlijk geklapt zijn. Dit standbeeld dat trekt het hele land door. We zijn begonnen in Heerlen. We zijn afgelopen week in Enschede geweest. We gaan na de vakantie naar Maastricht. We werken uiteindelijk toe naar een landelijke actiedag waar dit een hoogtepunt moet krijgen.